wordt eerst gekeken, dus meestal 30 minuten maar is het veld van 22 kort. Want de jonge wachter is er van naam Kessel, die is inmiddels weer terug bij het hele Marcel Dekker, zeer ervaren, de lange jongen. Marcel Dekker, de totaal geen junior, maar een snelle jongen op rij 2 rechts. Dan de derde startrij binnen op de vijfde positie, nummer 88, Romain de Geer. En daarnaast Dominique Kraam, zoon van Johan Kraam, toevallig in dit geval degene die verantwoordelijk was voor de preparatie van de Deens GT-Cup. Daarom hebben we ook twee klassen. Jos Velboer.
daar de warmte in de band moet krijgen. Nu één opwarmronde. Ja, voor 5 seconden. Lauwens weer de pole position naast hem, Lorenzo van Riet. Bord is getoond. Het rode licht is aan. Het licht is uit. Wij kijken naar buiten en het is gewoon een hele goede start van Lauwens. Van Riet, die echt daar wel één, maar in principe 2 plekken verliest aan Luke Hartog en Marcel Dekker. Marcel Dekker die inderdaad nu in derde ligt. Dan is het Luke Hartog tweede. En daar Lorenzo van Riet.
wordt nu al voorbij gestoken door de man die met de knap Dylan First kleuren rondrijdt. Ja, dat kan niet. Ja, dat kan ook niet anders. En we hebben Loek Hartog op dit moment aan de leiding. En we zien voor de Gellenbocht met een door Kortom gesponsorde auto.
dat Sunderink zwaar op de punt staat tot van Marcel Dekker.
vuur nou af. Thank you.
werd als tweede. Die bijna net zo goed als zijn met Nabius. Eigenlijk de man op de 1920ste plek. Thank you.
zijn mijn nabuurs die heel hard geprobeerd heeft los te komen van Daan Pijl en Martijn van Leeuwen en Henry Zummering. Zo, heel mooi, de tijd plek. Ja, zo'n originaal actie zoals we gezien hebben, zo weinig waren er in de laatste ronde, want toen was waren uiteindelijk.
uit. Wij kijken naar buiten en het is... We gaan beginnen met klasse 1. We halen naar voren de derde plaats in klasse 1. Jullie applaus voor Tijmen Nabuurs. Derde plaats voor hem. Een mooie tweede plaats voor Dominique Kraan. Mooi gedaan, Dominique. En de winnaar. Hij was heel blij toen hij het trappetje opging. Maar zal ongetwijfeld nog blijer zijn als hij op het hoogste schavotje staat. Jullie applaus voor Luc Hartog. En ter gelegenheid van de overwinning van Luc Hartog gaan we luisteren naar het Wilhelmus. Jawel, applaus voor Luc Hartog. Hij krijgt de beker voor de overwinning uitgereikt door Roeland de Waard namens Fort Europa. De importeur die zijn nek uitstak samen met Dick van Elken zijn organisatie om deze cup op te zetten. En met wat voor succes zeg, 22 auto's aan de start. Tweede beker natuurlijk voor Dominique Kraan en de derde voor Tijmen Nabuurs. Even met z'n allen bij elkaar. Gaan we natuurlijk even richting het kleine fotomoment. En dan hebben we natuurlijk, ja, of de leeftijd er toe staat of niet, weet ik niet, maar champagne! Ja, ik vind het goed, zeggen ze hier al. Ja, we zoeken altijd een klein beetje dekking. Ja, op een gegeven moment is de bruis op, jongens. Prachtig om te zien. Gaan we ons gereed maken voor de huldiging van klasse 2. De tweede divisie, zo je wilt. Blije gezichten hier op het podium. Terecht. Mooie race gereden. Gaan we beginnen aan de klasse 2. Dat zijn de meer ervaren rijders. Daar is derde geworden Henry Zumbrink. Gefeliciteerd, Henry. Goed je weer te zien. Ook iemand lange tijd weg geweest, maar inmiddels weer helemaal terug op het podium. Tweede plaats voor Leroy Stewart. En hij staat al stiekem te genieten achter het scherm. Maar hij is de winnaar in klasse 2. Jullie applaus voor Laurens de Wit. En het is wederom Roeland de Waard die namens Fort Europa de prijzen uitreikt. Nou Roeland, we zijn trots op Fort dat jullie
meegewerkt hebben om deze Cup razendsnel op te starten. 22 auto's aan de start. Gebeurt niet vaak bij een nieuwe Cup. Even samen, even mooi om te zien. Natuurlijk even samen op het hoogste schavot voor de familiefoto. En geloof me, ook deze mannen weten hoe ze overweg moeten met een fles champagne. Kom maar op met die champagne, zeggen ze. Nou, daar gaan we. Dan maken wij dat we wegkomen hier. Champagne! Ja, Roeland de Waard nog even snel hier namens Fort Europa. Jullie hebben samen met Dick van Elk het plan opgevat om een mooie Cup op te gaan zetten. En wat een succes. 22 auto's aan de start in de eerste race gisteren. Ja, het is een ongelofelijk succes met twee volle grids.